Gaat weg. Even, ik kom je redden, pa. Kijk niet zo gemeen. Hoi en leuk jullie kijken naar een nieuwe vlog. Zoals jullie weten ben ik nog steeds in Thailand en het is nu 30 december. Morgen is het oudjaarsdag. En we zijn nu bij een soort dierenpark, daar gaan we elk jaar naartoe. En dan is het met vogeltjes, met hertjes, met een eekhoorn. Ik hoop echt dat die eekhoorn er nog is. Echt, ik was best friends met die eekhoorn. Echt oprecht, was een leuk beest. Dat is nog meer. Een emu. Dat is een groot beest, vind ik helemaal eng. En wat is er nog meer? Papegaaien. Oh ja, dat is een beestje bijs. En ja, ze hebben er meerdere. En hoe heet die beesten van die salamanderachtige... Ja, die gekke beesten. En duiven met een kleurtje. Ja, die zijn echt heel leuk. Ja. Je gaat dan zo en dan krijg je eten op je hand. En dan gaan die vogels dus opeten en dan gaan allemaal op je zitten. Dat is echt leuk. Ja, het is echt super leuk. Ja. Nou, we gaan entree betalen. Het is allemaal met waterverf, toch? Die duiven. Niet dat jullie denken dat het schadelijk is. Krijgen we dat gezeur weer. Dierenmishandeling en zo. Nou, ze zien er allemaal hartstikke gezond uit, hoor. Ja. Oh, dat is een mooie, Marie. Hou je hand eens naar voren. Daar rechts van je. Die heeft allemaal kleuren blauw en een beetje groenig. Die is echt heel mooi. Ja, die zit nu achter je. Gaat je nu in je reet prikken? Ja, een beetje. Bijna. Hallo. Hallo. Kom maar even allemaal voor de camera. Oh ja, dat is mijn vaatje dit. Oh. Ja. Bij jouw shirt. Ja. Perfect. Moet je die aan de andere kant openmaken? Ja. Weet het niet. Hey. Oh, god. Ik wil aan die kant. Nee, dat is kut. Hier zo, ik heb meer. Kijk, bij dat stukje maar. Ja, ik heb hem al open. Kom een beetje hoog. Kom. Oh, ja. Hey, gele nu bij je. Oh, en een groene. Oh, fighting. Mooi hoor. Ja. Oh, je kan hem gewoon helemaal aaien, zie ik. Ja. Kijk nou. Oh, hij wordt jaloers. Hij jaagt die groene weg. Hij denkt, rot op, is mijn vriendin. Kijk, dat is bij de same color, hè? Allemaal geel. Zo. Nou ja. Die is leuk. Dat is een knuffelduif. Ja. Hier, kom op mijn hoofd zitten. Ah, Marie. Ja, hier, kijk. Linde, kijk. Kijk nou. Kijk. Goed onder. Oh. Kijk nou. Jij bent ook gek, Marie. Tjoe, joh, wat een gek wijf. Nog eentje misschien. Waar zijn we? Ja, bij de parkieten. Nou, doe wat zaadjes op je handen. Gaan een beetje naar het midden. Oh, die komen zo. Ja, jij dat even vast. Dat ga je me steeds vergeten. Oh, ik vind het leuk. Oh, nou komt ook de klerenpapegaai deze ding erbij. Nee, is die er ook? Ja, dat is kleintje, kleintje. Het zit rechts op je hand. Oh, jezus. Die zit zeg maar op je, wat is het? Je... Ah, er zit één in mijn teent erbij. Oh, ik had meteen bijna vermoord. Kijk, daarom moet je je schoenen uitdoen. Dan kunnen ze lekker je tenen bijten. Jeetje. Zal ik wat zaad op je hoofd doen? Ja. Dit is op de grond, heb je niet voor Jan. Jawel, en op de hoofd. Oh ja, ja. Kom eens hier. Even wachten, ik ga er één pakken. Kom man. Oh, die gaat op mijn telefoon zitten. Ook leuk, dat kan je nou net niet zien. Ja, jij bent echt dom. Hier, kijk. Ja, jezus, blind. Ach, hier hebben we eentje zonder staartje. Kom maar. Ja, maar ze een heel klein beetje zaadjes. Zit die zonkertstikken? Ja, dat merk ik. Kom eens hier. Ja, goed zo. En dan ga ik jou eens even laten zien dat hier op haar hoofd ook nog is. Au, mijn sok. Ja, maar dan moet je wel op het hoofd gaan zitten. Ai, ik loop ook niet te filmen nu. Tom wel, hè? Ik loop gewoon mijn camera die kant op, omdat ik hier druk bezig ben met een vogel. Die nu weg is. Hier, kom even hier, jij kleine. Dan nog een keer proberen. Oh, ze hebt er één op haar hoofd. Dat heb ik gedaan. Oh. Ah, hij vindt het wel goed zo, niet naar de afgehaald. Ja, even wachten. We hebben ook kleuterdruk. Nou. Kijk, Merel, je vrienden. Oh. Yes, ik ga binnen verder. Ik heb nog niet verteld, maar dit zijn neuspikkers. Ik geloof je niet. Kom maar.
Zo, lekker bij mama. Geen ruzie. Nee hoor, ze doen geen pijn. Ja, maar ze vliegen gewoon echt, ja, het zijn grotere... Grotere parkieten. Kijk, ze hebben ook een trap naar beneden. Ze hebben ook nog een benedenverdieping. Nee, ze zijn leuk deze. Zo mee. Lekker heb je dode gemakje eten, hè? Vind je niet lekker? Hé, hey, maar je zit niet te eten, maar je jaagt hem wel weg. Kenny, hè? Oh, hij wil bij jou opknappen. Nou, even de camera uitzetten. Kijk eens hoe mooi ik ben. Prachtig. Jongens, ik ben bang dat we blijven nu kleurig gaan spreken. Ja. Het regent echt super hard. En zijn er plekken ergens aan het drinken. En gaan ze er nog op kijken. En dan, ja. Waterverf, hè? Ja. Ja, Renning en hier umbrella. Hier heb je een umbrella. Ja. En daar zie je de zee. Ja. Met een hele donkere wolk erboven. Oh, het regent veel hard, jongens. Ja, sorry. We kunnen je niet meer verstaan, Marina. Je moet gebarentaal. Wat? Gebarentaal. Dat zie ik toch niet? Oh. Oh. Wacht even, hoor. Kijk, daar kan je het wel zien. Oh, nee, wat allemaal. Jongens, het ziet er echt belachelijk uit. Het is echt heel erg. Maar het regent dus, net regent heel hard. Nu eigenlijk niet meer echt, maar ik heb maar even zo'n ding aan gedaan. Want ja, hè, als ik helemaal door weet, mijn telefoon ook natuurlijk niet. Maar nu gaan we dus naar de hertjes en ik weet niet wat ze allemaal hebben, hertjes, geitjes. Pas waren er ook één moes van die grote enge beesten. Mama de vriend. Ja, maar we gaan er nu dus heen en gaan ze eten geven. En hier hebben we een zwarte zwaan. Ja, maar een mooi witte wonder. Oh ja, aan de zijkant zie ik. Hallo. Kijk, kijk. Hoi. Kom maar praten. En die eet je. Oeh. Ja. Oh, het is groot, het knort en het kan vliegen. Kijk jongens. Hij is kapot. Ja, gaat het knorren dan? Ja, hallo. Goed zo. Nou jongens, het knort dus. Echt. Misschien was dat dus wel wat mij lastig viel op het balkon. Dat knort ook. Helemaal natte schaapjes. Oh, gosh, dood. Och, kijk hem nou staan. Hier. Er is een pony, maar het bijt. Het is echt kus. Hey. Ach, nee, je bent lief. Niet kut. Nee joh, kom erbij. Oh, die wil gewoon eten hebben. Het bijt. Mag een wat moet die? Nou, even kijken hoor. Wat moet die banaan of? Nou, doe maar geen banaan. Zo, en dan... Ja, dat ik bijt nu. Ja, moet ik het dan doen? Ja. Tjonge, jonge kleuter. Nou, moet jij zeggen. Zo lekker hè? Jongensboterham. Ach, kijk nou Marina, hier staat Bambi op ons te wachten. Ja, wacht, ik moet op deze eten geven. Ja, Bambi staat ook te wachten voor eten. Lager. Oh, het bijt helemaal niet. Nee joh. Kijk uit hoor, dan gaan we heel voorzichtig. Wacht, ik ga eerst. Even een stapje terug. Stress. Ja, maar het is hier echt levensgevaarlijk. Kom maar. En ik zou nu een beetje je hand, een beetje eten op je hand doen, want daar staat het recht voor je. Dan ga ik nu een beetje weg. Kom, gaan we naar Bambi. Hallo Bambi. Nog eentje naar beneden, voorzichtig. Kijk eens Bambi. Ja, doe maar nu rustig bukken. Kijk nou, Bambi eet. Ach, daar is een nog kleinere Bambi. Zo hé. En mama van Bambi komt nu ook links kijken. Die is toch dood? Nee, deze niet. Oh, deze niet. Dat is Bambi en links is mama. Ja, mama, jij vraagt zo. Ik zag alleen even dat je dood was, maar blijkbaar dus. Ja, maar naar beneden lopen hoor, jou. Kijk, gaan we nu verder naar beneden. Ik ga even de camera uitzetten. We hebben de Bambi's nu gezien, toch? Ja. Even daar nog kijken. Hallo, lekker. Jij bent bang, hè, voor emoes. Waarom ook weer? Weet ik niet, omdat ze pikken. Oh ja, dat is niet. Even wachten, niet goed. Wat moet jij? Wat lust je die? Oh, die lusten deze ook. Kijk maar. Op een naam.
Denk ik ook, maar ik denk dat hij niet voor je zakje gaat. Blijf staan hoor, Marie. Rechts van ons weer hertjes. Oh, hij pakt heel voorzichtig, joh. Je voelt het niet eens. Die emu. Ja. Mag ik ook eten geven aan de beest? Mag. Oh! Ja, ik zie er bijna op. Oh, hij moet het niet dit. Oh. Oh. Ik denk dat hij dan toch... Banaan wil. Nou, dan krijg ik dit hert van mij een beetje van dat spul. Oh. Zo, lekker hè. Oh. Banaan is weg. Oh ja, banaan gaat heel erg met vies beuken hoor. Dan krijg je rond je oren. Gaat weg. Even, ik kom je redden, pa. Kijk niet zo gemeen. Huh? Oh, ja, dan moet je het wel vasthouden. Weg is het, ei. Doei. Kijk, als je aan zijn sikkie gaat zitten, dan zegt hij misschien wel bèh. Dat denk ik niet. Ah. Heb je zo hard gepikt? Ze hebben mijn hart gebeten. Nee hoor. Ja, really? Ja, hier, kijk maar. Is het chua from van de color. Komt door de kleur. Ze geven af. Oh. Want het is waterverf. Maar ze waren wel snel het hok ingebonjourd toen het ging regenen. Nou, Marie. Ja? Hoe vond je het? Ik vond het leuk. Mooi. Volgend jaar weer? Ja, ik denk het wel hoor. Ja, hè? Oh, en de friend. En dan gaan we zo op de motor terug en hopen dat het droog blijft, jongens. Ik ga lekker muziekje luisteren. Nee, jij gaat lekker bij opa achterop. Ik schrik. Oh, schrok het heel erg. Wat is dat beest? Een oranje duif. Duif. Mijn hand was rood. Echt? Heeft hij gebeten? Ja, dat dachten ze. Maar dat is die waterverf die afgeeft. Aap. Zo. Kijk, dan was ik wel echt. Kind schrik, ze krijgen de pokken. Hallo. Ja. Ik heb een ding aan het klaarmaken, mijn oortje zit helemaal door mijn shirt heen en dan moet ik zo. Dan kan ik die in mijn zak doen. Dan kan ik hem natuurlijk besturen met dit ding hier en dan kan ik lekker muziek luisteren. Maar het is altijd een heel gezeik. Zo, jezus. Hé, hey, blijf jij bij me wonen of zo? Ik hoop in elk geval dat je deze video leuk vond. Abonneer op mijn kanaal en zie je mij de volgende keer. Doeg! Happy work, Lani.